Als vrijwilligster ben ik in een weeshuis terechtgekomen en ik trof daar aan. Ja, dan merk je iets later van hoe corrupt eigenlijk die leiding is van de weeshuizen die al het geld in hun eigen zak steken. En na verhalen van de kinderen hoor je ook de mishandelingen die er dan plaatsvinden. En dat is eigenlijk de reden waarvoor ik dacht van nou, ik wil iets voor die kinderen hier doen. We hebben daar dan een tehuis met 24 kinderen, 12 meisjes en 12 jongens. En afgelopen oktober zijn we verhuisd naar een groter huis, omdat wij dus ook gehandicapte kinderen willen helpen. Waar dat eigenlijk vandaan is gekomen is onder andere omdat ik zelf een zus heb die verstandelijk gehandicapt is. Daarnaast, als je naar de voorzieningen hier kijkt, nou, zijn die eigenlijk geweldig vergeleken met daar. Daar is er eigenlijk niks, tot weinig voor gehandicapten. De meeste kinderen die zitten verstopt of worden in gevangenissen gestopt wanneer men niet meer weet wat ze ermee aan moeten. Dus daar wilden we dus ook iets voor doen. Voorheen hadden ze niks, werden ze mishandeld, kregen ze geen liefde, geen school. En eigenlijk nu ze bij ons zijn, zijn het kinderen die gewoon nergens meer last van hebben. Die gewoon gelukkig zijn, die liefde krijgen, die naar school gaan. En zo ook met die gehandicapte kinderen waar nou mee gestart wordt, die hebben eigenlijk ook helemaal niks. Die worden eigenlijk maar weggestopt en hier krijgen ze dan toch, weet je wel, de vrijheid dat ze er toch wel mogen zijn en dan hopen dat ze ook iets mogen leren bij ons. Als ik dan toen terugkijk, gewoon van wat een bevlieging er eigenlijk toen is geweest. En dat je nu eigenlijk pas merkt, en dan merk ik dan ook aan mijn vader hoeveel tijd het eigenlijk kost. Want echt mijn vader en mijn nicht trouwens ook zijn er echt hele dagen mee bezig. En soms voel ik me wel eens schuldig, omdat zij er dan zoveel werk mee hebben. Ja, en dan denk ik, het is inderdaad mijn schuld. Maar mijn vader zegt dat hij het hartstikke leuk vindt om te doen, dus daar geloof ik. Dus pa is trots op dochter en dochter trots op pa. Ja. Zo kan je het uitleggen. Zo is het, ja.